Ik heb een mooi aanbod van Gesto gekregen en... Ik ben er getransfereerd. Ja, zo kun je dat noemen, ja. Dat is een goede aankoop gebleken, ja. Dan, hè? In de Brainport-regio weten we natuurlijk alles over innovatie. Maar we hebben daarnaast natuurlijk ook slimme handen nodig. Want we doen het tenslotte met z'n allen samen. Om die slimme handen te krijgen, oftewel een goede vakman te worden, heb je natuurlijk vaardigheden nodig. En daarom ga ik in deze serie op bezoek bij de winnaars van de Noordhofprijs. De prijs voor het grootste vaktalent in de regio. We zijn vandaag in Eersel en gaan op bezoek bij Thijs Houbraken, winnaar in de categorie Junior Vaktalent. De vakmensen van Gestel Fijn Metaal zijn specialisten in CNC draaien en lang draaien. Een uitgekiend machinepark wordt ingezet om van materialen zoals metaal, messing, aluminium en technische kunststoffen de meest indrukwekkende componenten te maken. Goedemorgen. Hey. Hoi, sorry dat ik storm in jouw werk, maar ik ben op zoek naar Thijs. Thijs, hou graag. Ja. Hier naar binnen. En dan kom je hem vanzelf tegen. Oké, okay, dankjewel hè. Thijs, goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Het is een hele klus om hier te komen. Ja. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik ben een mooi asje aan het draaien, met schroefdraad erop en een paar passetjes. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, daaruit komt materiaal, dat komt door de spantang heen gevoerd. En dan maakt hij vormpjes, contourtjes in, schuine kantjes en dan komt het product eruit. En wat vind je het leukst om te doen? Ja, wel draaien. Draaien is wel het leukste, maar vrees is ook een leuke uitdaging om te doen. Dus, wat ben je het beste in? Draaien. Waar is, want je werd nou de Noordhofprijs gewonnen. Ja, zeker. Heb jij iets gehoord van de jury waarom je hem gewonnen hebt? Of waarom denkt je dat je hem gewonnen hebt? Ja, ik denk dat je heel betrokken bent en gemotiveerd van onszelf. Dat vind ik een goede uitleg. Dankjewel. Thijs Houbraken. Ja. Wist jij van kleins aan al dat dit soort werk jouw werk zou gaan zijn? Of dat je dat wilde worden? Nee, totaal niet. Maar dat kwam omdat je daar iemand toevallig kende? Ja, precies dat. Ja. En zo eigenlijk in het vak gerold. En toen moest ik vervolgopleiding gaan kiezen en dacht ik van, waarom niet dit? Veel mogelijkheid hier in de regio natuurlijk in de metaal. Zeker. Leuk om te zien van dat je van een massief stuk materiaal een mooi productje eruit kunt maken. Dat is wel de kick die je natuurlijk krijgt. Want als je een programma aan het typen bent met contouren, van alles erop en eraan. En uiteindelijk komt er een mooi eindproduct uit. Dat heeft wel een kick, ja. En zijn jullie papa en mam trots ook? Ja, zeker. Ja? Die zijn natuurlijk trots. Die waren er ook bij de uitreiking en je vond het wel leuk, ja. De winnaar in de categorie Junior Vaktalent 2023 is Thijs Houbraken van Summerflake. Jij bent druk bezig terwijl jij aan het werk bent. Dan ligt meteen vaststeken, af en toe. Hey, luister eens. Thijs, winnaar van de Noordhofprijs. Hoe is dat hier ontvangen? Ja, dat is wel heel cool. Ja? Ja, gezellig. Mensen. Iemand die in oplossingen denkt. Nou, hoe snel hij iets onder de knie heeft ook. Dat vind ik heel mooi om te zien. Waarom dacht ik, die moet ik voor mijn bedrijf hebben? Nou, Thijs die heeft denk ik een hele goede eigenschap, die wil winnen. Als die ergens. Als hij iets doet, dan wil hij winnen. Als hij gaat voetballen, dan wil hij winnen. Als plan A niet lukt, dan bedenkt hij plan B. En als plan B niet lukt, dan komt plan C niks vast. En wat vind jij zelf als je dit hoort? Dit is allemaal waar. dat is goed om te horen. Ja, nou goed mannen, de thee is op. Dat is wel heel erg heet. Ja. Dat laatste mannen, dankjewel voor het gesprek. Ik laat jullie lekker lunchen. Mannen, bedankt. Nou, we zijn weer een heel stuk wijzer geworden vandaag. Mooie verhalen gehoord. Ben je nou benieuwd naar nog meer vakmensen in de regio? Kijk dan naar de andere afleveringen. En wil je zelf aan de gang als een echte vakman? Ga dan naar de jobportal van Brainport Eindhoven.